Hey, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers, uw online bloemist. En vandaag gaan we een leuk houdbaar bloemstuk maken. Want jullie werden er vrolijk van de houdbare bloemstukken. Dus vandaag heb ik er nog één, maar wel heel anders dan anders. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En je kan zowel de losse materialen, dus mocht je zelf al een ondergrond hebben, kan je de losse materialen bestellen. Maar ook compleet als pakket, dan kan je de ondergrond er los bij toevoegen. Hè? Dus ja, dan kan je daar terecht. Hieronder in de beschrijving vind je dus een linkje. Als je daarop klikt, dan zie je alles en dan staat er duidelijk bij. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met deze prachtige lantaarns. Kijk, ze zijn mooi groot. En ik wil het even zo laten zien, want ze gaan als set. En dat is bewust, want ik stuur natuurlijk alles naar jullie op en dan is het extra goed verpakt. En die kun je dus ook per set bestellen, hè? Een grote en een kleine. En dit is bijvoorbeeld heel mooi op een kast, met een zwaarkast, of op de grond ergens in een hoek. Maar ook heel leuk bij de deur. Erg sfeervol en je kan hem natuurlijk na elk seizoen aanpassen, wat ook weer leuk is. Want straks met kerst doe je er een paar kerstballen en dat soort dingen bij in, heb je ook weer een mooi bloemstuk. Vandaag gaan we een mooi lang houdbaar bloemstuk maken in herfstmaterialen die je zowel binnen als buiten neer kan zetten. We beginnen met het decoreren van de lantaarn. En eigenlijk is het niet moeilijk. Je geeft eigenlijk alle materialen een heel mooi plekje. In het midden werk ik met een centraal punt. En dat is bij deze de artichoke. Een artichoke kan je gedroogd gebruiken. Hij droogt in, dan wordt hij helemaal mooi bruin. Maar soms komt er dan alsnog wel een bloem uit. Die leg ik in het midden, want daarmee leg je echt een basis. En ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien hoe we de rest decoreren. Vanuit de artichoke werken we eigenlijk verder. En ik heb ook een mooie diploslingen. En ook mooie lampjes. Als je geen lampjes wilt toevoegen, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar ik vind het altijd wel heel gezellig. Die laat ik even een beetje meelopen met mijn diploslingen en die leg ik eromheen. Maar je kan het ook weer wat door elkaar doen. Eigenlijk kan je dit zo'n lantaarn eigenlijk decoreren zoals je zelf mooi vindt. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje om de artichoke heen te doen. En dan leg ik hem eronderin dat je dat eigenlijk niet ziet. En dan hebben we echt al, eigenlijk is het zo al prachtig. Maar ik wil hem wat meer in herfst sferen. Dus ik voeg wat extra materialen toe in de sfeer van herfst. En die leg ik er eigenlijk gewoon omheen. Met lampionnetjes en eigenlijk wil ik die wel een beetje in de hoogte. Ik wil ook wat hoogte kunnen toevoegen. En ik kijk gewoon even hoe die mooi tot zijn recht komt. En zo. Ook een mooi plekje. En de rest leg ik eigenlijk een beetje om de artichoke heen. En je kan het gemengd doen of wat meer in groepen, wat je zelf eigenlijk leuk vindt. Ik gebruik ook wat droogbloemetjes. Het is dus echt lekker lang houdbaar en daar hou ik echt van. Het is toch helemaal gezellig. Ook als je de lampjes uitdoet, of als je de lampen uitdoet, dan is het ook helemaal gezellig. En dat doe ik ook met de kleine variant. Geweldig. Ik zal ook even de lamp uitdoen, dan kun je zien hoe mooi dat eruit ziet. Deze maak ik wat rustiger op. Die andere is wat iets drukker. En deze maak ik iets rustiger. Hier doe ik even wat takjes hout bij in. En hier doe ik geen lampjes bij in, maar je kan het natuurlijk in beide eventueel doen. Dat is ook echt heel erg leuk. Later besloot ik toch wel even de pompoen te vervangen door ook een artichoke om toch meer een geheel te creëren. Want ik vond het pompoentje toch iets meer afsteken. En zo is het toch net eventjes iets meer geheel, ook qua kleur.
Ja, en hoe je ze ook neerzet, aan alle kanten is het mooi, heel gezellig, lang houdbaar. En de baas is natuurlijk fantastisch. Ja, een luxe lantaarn die je elk seizoen kan aanpassen. Straks met kerst doe je er wat kersttakjes in, wat mooie kerstballen, dennenappels, wat lampjes. En dan is het ook weer heel gezellig. Dus ja, deze moet je eigenlijk gewoon in huis hebben. Hè? Echt mooi van kwaliteit, mooi industrieel. Ja, en makkelijk aan te passen aan elk seizoen. En ook zowel binnen als buiten gebruiken. Dus dat is natuurlijk echt heel erg leuk. Wil je nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En je kan zowel de losse materialen, dus misschien heb je zelf wel een mooie lantaarn die je wil opmaken, kan je bestellen. Als ook de lantaarns. Dus de lantaarns gaan per set van 2. Dus ja, echt fantastisch. Moet je gewoon hebben. Goed, ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder een reactie weten wat je hiervan vindt. En wat jij hierin zal maken. Of je het op dezelfde manier zou doen. Of misschien heb je zelf een leuk idee. En ja, je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Dan mis je niks van alles wat er weer online gaat komen. En zien we mij weer bij een volgende video.